Ja, wij zijn het begin van het seizoen zijn we zeer slecht begonnen eigenlijk. En toeval of niet, maar de trainer van Temse is mijn collega in Don Bosco Hoboken. En ik heb vandaag gezegd, als je vandaag niet wint, man, dan kom ik nooit meer kijken. Heeft u ook zoiets achter de hand? Nee, dat hebben we niet achter de hand. Dus we staan nu 2 punten voor. We zouden toch straks ook nog 2 punten willen voorstaan. U mikt gewoon op de titel van De Brug is van ons. De brug moet van Bornem zijn, toch die nieuwe. En daarmee was de toon in de VIP-lounge van KSV Temse gezet. De burgervaders zagen het beide wel zitten, net zoals de beide voorzitters die de zege graag op hun palmares wilden schrijven. Wij hopen dat we de 3 punten in Temse kunnen houden, maar alles moet gespeeld worden. Dus ze hebben een betere voorcampagne, maar we zijn er rondoorkomen. Dus we hopen vandaag toch iets speciaals te kunnen neerzetten. Hoop doet leven, met andere woorden, want op het veld zijn het de bezoekers die het best van start gaan en de thuisploeg niet veel ruimte laten om te voetballen. Hoge pressing tot aan de 16 en wanneer je dan niet meteen een antwoord hebt, dan kom je op 0-1. De bezoekers gaan dan door op hun elan, het hakje geraakt niet door de defensie en wanneer Temse dan zelf een aanval opzet, staat de loze op zijn plaats. Net voor de koffiepauze komt de thuisploeg nog goed weg wanneer er een domme strafschopfout gebeurt, maar door eerder buitenspelpositie komt deze er niet. Rusten gaan we met een 0-1 scoren. Ook in de tweede helft is het Bornem dat de betere ploeg is en wanneer we 10 minuten spelen gaat Camara in de fout en krijgen de bezoekers een 11 meter. Shamkaba Madou aanvaardt het geschenk, het staat 0-2. Even later is het de thuisploeg die in de aanval gaat en wanneer Gloeftsis door Christiaans tegen de grond geduwd wordt, moest ook de thuisploeg een 11 meter krijgen, maar dat gebeurt niet. De mannen van Struijf proberen dan nog wel tot scoren te komen, maar dat doen ze niet. Het is in tegenstelling Bornem dat na mistasten van Goli Renier de harde 0-3 cijfers op het bord zet. En zo weten we alvast tot de volgende ontmoeting van Wie de Brug is. De brug is van Bornem, zeggen ze dan. Van wie dat die brug is, er gewoon niet van wakker liggen. Ik denk dat die brug van een bepaalde gemeente is. Het enige waar ik nu van wakker lig, dat is dat we 0-6 halen. Waar je altijd punten moet halen en dat doe je niet. En nu is het tot januari is het gewoon achteruit kijken en niet vooruit.